SLM-directeur Robbie Lachmising, die onlangs door president Bouterse tot grootmeester is benoemd, heeft nog grote plannen met het bedrijf. Hij is blij met deze grote waardering vanuit de regering, maar beseft tegelijkertijd dat dit een grotere druk op hem legt om het bedrijf uit de rode cijfers te halen. Lachmising zegt dat hij na zijn aantreden toekomstplannen heeft gemaakt en deze wijzen uit dat de SLM bijkans 2 tot 3 jaar nodig heeft om weer in de veilige zone te zijn. We vroegen Lachmising wat in het afgelopen jaar gerealiseerd is. Kijk, wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan. We hebben onze regionale vloot hebben vervangen, vernieuwd. 2 vliegtuigen zijn al uitgefaseerd. Eentje is, dacht ik, vorige week of afgelopen maandag voor het laatst vertrokken naar Amerika. We hebben een 737-800 ingehuurd van een Tsjechische luchtvaartmaatschappij. We hebben één machine al een leasecontract getekend en die komt rond eind februari, begin maart, midden maart, komt die op de route in SLM-kleuren weer. Eén van de 737-300's hebben we voorlopig aangehouden om met 2 machines de regio te bedienen. Het contract van de SLM-directeur vervalt volgende maand. Dit zou ertoe kunnen leiden dat alle gemaakte stappen niet tot uitvoer gebracht zouden kunnen worden. Lachmising zegt zich vitaal genoeg te voelen om de uitgezette plannen samen met zijn staf uit te voeren of te begeleiden. Echter ligt het verlengen van zijn contract bij de aandeelhouder. Ik zou graag de lease, de operationele begeleiding willen hebben, meemaken, begeleiden kan je zeggen, van de ETOPS wat ik daarnet zei. Maar nogmaals, het ligt niet in mijn handen, het ligt in handen van de aandeelhouder. De aandeelhouder moet beslissen of ze me langer houden of niet langer houden. Maar ik ben beschikbaar, in ieder geval tot 2020 zou ik graag. En met mij denk ik ook de SLM'ers, omdat we een pad hebben uitgestippeld naar 2020 toe. Het is niet alleen het aanschaf of de aanschaf van een vliegtuig of van vliegtuigen. We zijn ook intern bezig met bezuinigingen, met efficiëntie. We zijn nu bezig met een project Huis op Orde. En Huis op Orde houdt in dat alle afdelingen een opdracht krijgen om te gaan bezuinigen. Met die bezuinigingen, het komend jaar willen we tussen de 6 en de 8 miljoen US dollars gaan besparen. Als het ons lukt. Iedereen bij de SLM moet zijn schouders zijn en haar schouders eronder zetten. En ik denk dat men dit belief erin heeft dat we het gaan redden. Zou je hier nu op het ogenblik een nieuwe man van buiten krijgen, denk ik dat het stagnerend gaat werken. De opdracht bij zijn wederom in diensttreding bij de SLM was het bedrijf uit de rode cijfers te halen. Lachmising heeft toen een contract van een jaar afgesloten. Maar volgens hem is een jaar niet voldoende om zaken weer op rails te krijgen. Vooral omdat hij een achterstand heeft aangetroffen bij zijn aantreden. De SLM was niet meegegaan met de ontwikkelingen. Feit is, zegt hij, dat er nu hard wordt gewerkt aan een goede toekomst van het bedrijf. Het volledige interview met Lachmising krijgt u de volgende week te zien in het ATV-programma In Gesprek Met.